Ik doe nu de docentenopleiding. In principe word ik opgeleid om les te gaan geven in kunstgeschiedenis of CKV, zoals je dat misschien wel kent van de middelbare school. Maar voor mij is het wel het voornaamste om dit te doen, gewoon het dingen maken en jezelf laten groeien in het kunstenaarschap. En ik vind het docentdeel heel erg interessant erbij, maar het liefst zou ik leven van wat ik maak. Eleonora gaat haar stalen ros fotograferen met supermodel Rachelle. Vol gas naar de shoot. Nou, wij zijn hier vandaag om te werken aan mijn schoolopdracht fotografie. En ik heb daar de Quads voor uitgekozen, een Tilburgs magazine. Het is een beetje een magazine met edgy fotografie. Wat wel een beetje jong en oud in samenspel laat. En jij bent jong en mijn boer is oud. Perfecte combinatie. Perfecte combinatie, dus wij gaan jou vastleggen. Sexy hoor. You're working it, baby! Oh my god, yes! 50 foto's. Ik zeg, let's call it a wrap. Ja. Want het is fucking koud. En we hebben nog niet ontbeten. Ja, zondagochtend, jongens. Harde baas, een krentenbaard in je panty. Paul beunt het weekend wat bij in zijn oude jeugdcircus. Dat is echt hand. Ja, het is tussen sport en hobby in. Op het begin van het schooljaar krijgen de kinderen op de Soetermeerse basisscholen een boekje van de gemeente mee. En er stond circus tussen en daar ben ik op mijn 10e of zo heb ik me daarvoor ingeschreven. En toen ben ik hier beland. En toen later werd er een optredgroep hier ingesteld en daar wilde ik heel graag bij. Want eigenlijk toen was voornaamste reden, de andere groep was vroeger. Op de ochtend op zaterdag. En toen kwamen er nog woensdaglessen bij voor techniek. En toen kwam er nog maandag vrij trainen bij. De talentenklas van Codarts, dinsdag turnen. En ja, dat liep een beetje uit de hand. Ik kom op school, kwam ik altijd met mijn eenwieler en toen zeiden ze dat ik op circus moest, dus dat heb ik gedaan. Ja, ik kan springen en een molentje met meer kinderen. Ik mag hem iets meer naar achter zetten. Ja, dat is iets makkelijker. Dat circus als hobby vond ik hartstikke goed. Ik kreeg pas problemen op het moment dat hij dus, hij zat met het VWO en hij zou naar de TH Delft gaan. Dat was eigenlijk voordat ik zeker wist dat ik circus wilde doen, heb ik heel lang gekeken naar lucht- en ruimtevaarttechniek, aardwetenschappen, molecular science en ja, eigenlijk was ik een natuurkunde nerd. En ineens die switch van ik wil eigenlijk het liefste naar het circus, toen moest het al even slikken. Ja.